That's like Lego, eh, man. That's like Lego, eh. Is one, could you come on stage, please? Good afternoon, everyone. Come on stage as you are ready. Dit is echt de eerste keer dat we nu on stage zijn. En nu is het echt spelen. Hè. Nu moeten we echt de ruimte proberen te voelen. Ze moeten ook leren omgaan met hun eigen identiteit. Nu als performer, als figuur in de opera zelf. We hebben natuurlijk weken moeten repeteren met en hier doet het koor dat en hier doet het koor dat. Het we allemaal moeten inbeelden, dus er zijn natuurlijk bepaalde praktische problemen die zich stellen eens dat het koor er is, maar ook veel dingen die opgelost geraken of waar andere oplossingen zich aandienen, ja, omdat je net ziet hoe dat het er effectief gaat uitzien met iedereen die wilt. Ik ben heel blij dat we in de fase zitten waarin de verschillende stukjes samenkomen. Waarin we koor, kostuums, solisten en koor samen krijgen. En ik eindelijk het verhoopte beeld begin te zien ontstaan op de bühne. Ik heb mijn eigen scènebeeld gemaakt in gedachten. Ik heb mijn eigen personages zien evolueren, maar ook zien van de ene plaats naar de andere plaats gaan. En plots wordt dat door iemand anders ook in beeld gebracht. En dat is toch ook een hele speciale ervaring. En ik ben echt heel gelukkig met deze ensenering. De muziek van Wim Hendricks is heel groot en breed uitgezet. De orkestratie is heel intens en vol van klank. En als degene die verantwoordelijk is voor de, laten we zeggen, de visuele vertaling van Wim zijn werk, kies ik er heel nadrukkelijk voor om daar een rust, een kalmte en een traagheid aan toe te voegen. Zodat die muziek ook ten volle kan overgedragen worden en ik daar geen ander geweld bovenop gooi, maar eigenlijk zeg van nee, ik maak meer de kleine beweging of de gestage, trage, langzame beweging tegenover de heftigheid van de emoties en de grootsheid van de muziek. Is opera een fantasiewereld ook. Hè? Het is een echt verhaal, maar natuurlijk, je zit als luisteraar of als toeschouwer te kijken naar iets waarin dat je voelt dat van alles gebeurt. En nu zie je die personages bij wijze van spreken ook gemaakt worden door de mensen met de kledij, door de mensen met de grimmen. En dus alles gebeurt nu voor uw ogen. Ik vind dat een hele mooie vondst. En ik denk dat dat zelfs nog meer de fantasie prikkelt van de toeschouwer.